met digitalisering en samenwerking voorkomen van graafschades aan kabels en leidingen. Tot 2008 bestond er een vrijblijvend, regulerend klik, opgezet door de netbeheerders. De informatieuitwisseling van de netgegevens ging hoofdzakelijk op papier en per post. Na een aantal incidenten besloot de overheid in te grijpen. De wet informatieuitwisseling ondergrondse netten, WION, beoogt het voorkomen van graafschades. De wet trad op 1 juli 2008 in werking. Het zelfstandig bestuursorgaan Kadaster werd aangewezen voor de belangrijke informatieuitwisseling tussen de netbeheerders en de grondroeders. De informatieuitwisseling vond plaats op rasterformaat. De geleverde informatie werd meestal geprint door de grondroeder. In 2013 is de wettelijke evaluatie van de WION met alle betrokken partijen uitgevoerd. Vanaf 2015 vond de aanscherping van de wet WION plaats, mede ook om via het kliksysteem invulling te geven aan de Europese Inspire en uitrolt breedbandverplichtingen, waarbij liggingsgegevens continu en openbaar beschikbaar gesteld moeten worden. De wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, WIBON, is op 1 juli 2018 in werking getreden. Het digitaliseren in vectorformaat verbetert de informatie en maakt ook het ontwerpen en voorbereiden van werken bij netbeheerders, grondroeders en derden middels AutoCAD, ArcGIS en BIM mogelijk. Alle partijen hebben onder leiding van het kadaster het traject van ClickWin ontwikkeld. Het is gelukt om circa alle 1100 netbeheerders binnen de wettelijke termijn aan te sluiten op het nieuwe systeem van het kadaster. De richtlijn CROW 500, met als doel het voorkomen van graafschade, heeft de noodzakelijke cultuurverandering in gang gezet. De richtlijn is inmiddels door de Hoge Raad geaccepteerd. Het leerzame uit dit gehele project is dat er meer gaat om wat we met elkaar willen dan wat er feitelijk mogelijk is. Met Klik zijn we klaar voor de toekomst.